Zo, een hele goede morgen. Ja, perfect weer vandaag. Hoge druk, hoognebel in die dalen, maar iets hoger. Zoals hier in Termen, in Oberwald is gewoon vol op zon. Inmiddels zie je boven die Alex die restbewolking ook oplossen. En straks is het gewoon overal blauw. Vanmiddag nog wat plaatjes vanuit Zermatt. Daar zal het ook weer schitterend weer zijn. Ja, en dat geldt eigenlijk voor het hele Alpengebied. We hebben te maken met hoge druk. En die hoge druk, die wordt de komende dagen belangrijk. In combinatie met lage druk. En nu is maar net de vraag, waar loopt die grens tussen die lage druk en die hoge druk? Want daartussen zit die straalstroom. En de modellen zijn nog steeds een beetje aan het schipperen met de positie van die straalstroom. Het ziet er naar uit dat eindelijk ook die oostelijke Alpen-Noordkant sneeuw gaat meepakken. In de tweede helft van de week met name. Want dan gaat die straalstroom zich een beetje meer focussen op die oostelijke Alpen-Noordkant. Gaat dat inderdaad gebeuren, dan gaat daar ook een halve meter sneeuw of misschien nog wel meer vallen. Die westelijke Alpen-Noordkant, ja, dat is maar de vraag. Komt die wat meer naar het westen, die straalstroom, dan gaat het ook daar lukken. Voorlopig hou het maar even op die oostelijke Alpen-Noordkant. En dat is misschien nog wel veel belangrijker, het gaat kouder worden. Achter dat koufront komt een eerste portie maritiem polaire lucht die over de Alpen uitstroomt. En dat betekent dat het in alle hoogtes markant kouder gaat worden. Zo koud dat we tot in de lagere delen met de kunstsneeuwproductie kunnen gaan beginnen. Ja, en dat is natuurlijk al iets positiefs. Ik zeg altijd maar zo, eerst die kou erin en dan komt die sneeuw. Dat is op zich geen probleem. Maar ja, goed, het is nog steeds herfst. Hè? Iedereen zit natuurlijk al een beetje zich zorgen te maken. Net als vorig jaar, die extreem warme en droge december. Ik ben eigenlijk heel positief gestemd dat het deze december niet zo zal gaan worden. We gaan langzaam evalueren naar een koude weertype. En als die straalstroom een beetje gunstig gaat uitpakken en de verwachting is dat die steeds verder zuidelijker zal gaan koersen, dan krijgen we gewoon op de wat langere termijn overal sneeuw. Dus ik ben eigenlijk wel voor goede moed dat het gaat lukken. Ja goed, ik kan het natuurlijk niet beloven. We gaan het allemaal vervolgen. Kijk op www.alpenweerman.nl. Dagelijks onze Benelux weerberichten en natuurlijk de Alpenweerberichten. En natuurlijk ook nieuws vanuit de Alpen. Ik zou zeggen een hele fijne dag en graag weer tot morgen. Ciao.